Hi, is superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag zitten we natuurlijk weer midden in de winterwonderweek. Dat betekent elke dag een leuke video tot en met zondag. En vandaag gaan we een heel creatief stuk maken. Maar wat echt leuk is voor iedereen om te maken. Of je nou heel goed bent in bloemschikken of je bent nog maar beginnen. Dit stuk is voor iedereen leuk om te maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. Wil je deze les nou meedoen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit hele pakket kan bestellen. Dus dan kun je dat daar vinden. De pakketten gaan snel op en zo op weg is pech, dus wees er snel bij. Zijn ze op, dan komt er morgen wel weer een nieuwe video online, vooral deze week. Goed, ik heb dus een mooie ondergrond, een houten onderbord en deze achterwand. En deze gaan we bevestigen op deze plank. Je kan er helemaal je eigen draai aan geven. Ik wil hem wat schuiner maken, dus dat ga ik ook doen. Ik ga hem dus mee laten lopen met de plank. En deze bevestig ik met lijm op de plank. Deze is beschikbaar in het wit en in het grijs. Dus dat kun je aangeven als je het pakket bestelt, zolang de voorraad strekt. We gaan een beetje een winterwonderland maken. Dus dat is dan wel weer leuk. Zoals je ziet hebben we dan eigenlijk echt een beetje een achterkant. Leuk om tegen de muur aan te zetten. Dan heb ik hier hele leuke lampjes. En om dat gezellige sfeertje te maken, ga ik die er achterop bevestigen. Ik doe hem gelijk even aan, zo. En ook deze doe ik eigenlijk helemaal achter het hele rek. Maar je kan bijvoorbeeld ook alleen dit gedeelte doen. Je kan de lampjes ook voorop laten lopen. Dat is net wat je zelf leuk vindt. Maar ik vind het wel leuk als weergeven. Oh, ik zie dat hij iets loslaat. Als hij helemaal meegaat. Merry Christmas. Kijk, het geeft echt wel heel veel leuke sfeer. En zoals je ziet hebben we nu een hele mooie basis. Dan is het nu tijd om echt groen aan te gaan brengen. Dit gaan we doen door middel van een sneeuwboompje. We gaan het potje wegwerken door middel van mos om het mooi natuurlijk te houden. We doen hierbij plaatmos om het potje. En dat wikkelen we af met jute touw. Zo, en dit bevestig ik een beetje aan het zijkant van het stuk. Omdat hij mooi schuin wegloopt, krijg je dan een heel mooi diepte-effect. Dan heb ik hier een stuk schors en die bevestig ik weer ervoor. We gaan dus eigenlijk echt een beetje een winterwereld maken. Dit doe ik met lijm. Je kan hier echt mee gaan spelen, dat is het leuke ervan. En dan heb ik bolmos en ook die bevestig ik op verschillende plekken. Om echt het groen aan te brengen en ook wat diepte. En dan heb ik hier kleine glazen flesjes. Ook deze bevestig ik in het stuk. Daar gaan we straks de bloemetjes in bevestigen, want dat willen we natuurlijk er wel bij in hebben. Om juist je diepte te creëren, bevestig ik die zowel achteraan als vooraan. En dan heb ik hier nog wat dennenappeltjes en die bevestig ik ook door middel van lijm. En die zet ik wat meer rechtop, zodat het een beetje als het ware boompjes lijken. En daartussen doe ik nog kleine stukjes mos. Ook vooraan. Een beetje op het schors. Op verschillende plekjes speel je dus mooi mee. Je kan het ook opsplitsen. Vind ik ook leuk. En zoals je ziet krijg je nu echt al een beetje een wonderwereld. Dat is juist echt heel erg leuk. Kijk dan, wat een mooi sfeertje we al krijgen.
Dan heb ik hier katoen takjes. En die ga ik op verschillende hoogtes aanbrengen, zodat je meer een boom-effect krijgt. Dit doe ik door een klein beetje lijm aan de onderkant te doen. En die bevestig ik erachter. Dan heb ik hier mooie plataanbolletjes. Ook deze bevestig ik in mijn stuk. Speel hiermee waar jij het mooi vindt staan. Daar is eigenlijk geen goed of fout aan. En dan gaan we voorzichtig de flesjes vullen met water. En dan gaan we de flesjes vullen met groen en een bloemetje. Ik kies hier voor kusgroen. En de zuidenwindlelies. Bloemistenverdriet. Kijk eens, wat een mooi plaatje. Dan is het tijd om wat sneeuw toe te voegen. Om het echt helemaal af te maken. En jongens, kijk dan. Dit is toch echt wel een winterwonderwereld. Ik vind het echt een heel apart stuk geworden. Echt een winterwonderwereld. Past helemaal bij het thema wat we nu hebben. En dan hoop ik dat jullie weer een leuke les vonden. Het is even anders dan anders vandaag, maar ook al heel leuk. En vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis, dan blijf je op de hoogte van alles wat ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dat kan bestellen. En dan kan je ermee aan de slag. Je kan dus nog steeds meedoen met de Winter Wonderland wedstrijd. En als jij wat hebt gemaakt en je deelt je creatie, wat het ook is geweest, naar aanleiding van een van mijn video's, dan maak je ook nog eens kans op een prijs. Je moet het dan delen op Facebook of Instagram, dus dat is alleen maar leuk. En je kan me daar natuurlijk ook volgen, want op Instagram deel ik ook een beetje het dagelijks leven in de winkel. Dus zeker een aanrader. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei!